ziet het dak kan er alweer vanaf. Want het voorjaar staat voor de deur en dat betekent dat het tijd is voor de Woninginspiratiedag in Kwakel. Ik heb er zin in. Jij ook? Ga je mee? Gewoon even gezellig bijzitten. Zo, is het gezellig? Ja, gaat weer beginnen. Inmiddels zijn we binnen en je ziet het zo goed druk. Mensen beginnen al te eten en dan begint hij vol te lopen. We zijn hier inmiddels bij Richard aangekomen. Hoi. Richard van de Rabobank. Hoi. Hoi. Ik ben Richard. Hoi. Het eerste wat mij opvalt, natuurlijk Rabobank Oranje, maar kijk eens even. Kijk eens even naar ze. Helemaal in stijl, hè? Stel dat ik een financiering wil voor mijn zonnepanelen, kan ik dan bij jullie terecht? Ik ga bij ons terecht. En ja, daar gaan we dan van op de tafel zitten om te kijken wat de mogelijkheden zijn. Maar daar zijn, uiteraard zijn er boven. Nou, laten we hopen dat de zon gaat schijnen, zou ik zeggen. Helemaal. Dankjewel. Hartstikke goed, succes. Ja. En je ziet het, hier is ook voor de kinderen genoeg te beleven. Nana. Hey. Hallo. Als ik jou mag vragen, wat is de kracht van Sanidum? Aanmerken tegen bodemprijs. Oftewel kwaliteit en minst of meer mogelijk. Nou ja, dat klinkt alsof elke Nederlander dat wel wil. Zo is het. Dat, de bijenkorf voor een HEMA-prijs, dat doen we allemaal. De bijenkorf voor een HEMA-prijs, die vind ik goed, die houden we erin. Nou, dan dankjewel. Succes vandaag. Hè. Dankjewel. Oké. Oh, mag ik nog heel even in je bad? Natuurlijk. Oh, kijk, die pakken we gewoon meteen mee. Even kijken hoe dat ligt, hè. Oh, daar. Ik vermaak me wel. Kraantje aan en gaan. Helemaal top dit. Ja. Een badje voor de bloemen. Ga je een badje voor je bloemen maken? Ja, anders ga je orchideeën dood. Ja. Anders ga je orchideeën dood. Ja, dat zijn die. Ik weet niet eens wat orchideeën zijn. Ik weet het niet. Oh, zijn er? En je moet één keer per week in een badje. En wat voor badschuim gebruik je dan? Alles. Af en toe gebeuren ook dingen in de huiskamer die niet iedereen mag zien. Dus jij bent degene die ervoor zorgt dat alle spannende dingen nog gebeuren. Dat is zeker de bedoeling. Ja, ja, hè? Heb je het lekker druk? We hebben het heerlijk druk. Hij is druk aan het inpakken, hij moet de klanten weer gaan helpen. Lekker bezig! Ja, we zijn nu inmiddels buiten bij het meisje die iedereen vrolijk maakt. Ja, of niet? Ja, zeker. Ben jij nou het bloemenmeisje van vandaag? Ja. En de bloemenmeneer is even binnen. De bloemenmeneer is even binnen. Worden mensen nou niet vrolijk? Krijgen ze er weer een beetje zin in? Ja, zeker. We hebben het gemerkt de afgelopen 2 dagen. Het zonnetje schijnt weer. Dus, het mag weer, hè? Het mag weer, ja. Nou, hartstikke leuk. Ja, leuk. Succes hè vandaag. Ja, maak een mooie dag van. We zijn hier bij Bontekoe verkoopstijling. Ja. Hey. Hi. Lekker gezellig, hè? Lekker druk hier, hè? Ja, zeker. Oh, heerlijk. Hey, ik heb begrepen dat als ik mijn huis wil verkopen, dat ik eerst langs jou moet. Nee, eigenlijk moet jij eerst langs mij. Dat zeg ik goed, hè? Dat klopt. Ik kom je advies geven, tips hoe je je huis zou aankopen, presenteren of verkopen. Betekent dat ik alle muren moet gaan schilderen omdat ik een paarse muren heb? Ja, eigenlijk wel. Ja, daar was ik al bang voor. Ja, er is maar één die het allemaal geregeld heeft hier, hè? Ik zie je met een grote glimlach. Betekent dat het een succes is vandaag? Absoluut. Ja, hè? Ben je er blij mee? Ja, zeker. Want stiekem heb jij hier wel heel veel aan gedaan, hè? Ja, we hebben een lange voorbereiding gehad. Maar nu uiteindelijk zo ver is, is het wel heel gaaf dat er zoveel mensen zijn gekomen. Kijk, het is dus een groot succes. Toppie! Ja, nou hebben we alles gehad, maar het leukste tot laatst verwacht. Mika, mag ik heel even stiekem voor je? Want je kan je hier laten sminken, of niet? Ja, dat klopt inderdaad. Ja, nou lijkt me toch leuk. Hè? Als ik nou hier... Ja, bedenk maar wat. Oh jee, is dit slim? Ah, ik zeg, de dag is geslaagd, of niet? Helemaal goed. Dankjewel, toppers. Fijne dag, hè? Oh, wat zou mijn zoontje van 4 jaloers op me zijn. Yes! Ik hoop dat jullie net als ik hebben genoten van deze dag. En namens Kooiman en alle medewerkers wil ik jullie bedanken voor het langskomen of natuurlijk voor het kijken. See you next year!